dit jaar met het behalen van de 2 mooie prijzen dit jaar. Wat betekent het voor de locotuinen, de groene held van Limburg? Ik denk vooral het ondernemerschap. Dat wij groen en ondernemerschap samen kunnen stimuleren, dat motiveert ons enorm om door te gaan. Wat is zo belangrijk aan locotuinen? Ja, het is eigenlijk het burgerinitiatief. Dat we als burgers zelf het initiatief nemen om samen met een producent, zoals dit keer een boer, ons eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor een gezonde levensstijl en voor gezonde groenten. En de eerlijke economie, ja, die nemen we er even bij. Iedereen kan lid worden, van jong tot oud, met een dikke knip of een smalle knip. Je betaalt €250 inleg, dat kan in termijnen. Daar kun je 2 jaar over doen als het moet. Je betaalt jaarlijks je oogstabonnement €225, kun je ook in termijnen betalen. En dan betaal je €25 voor de vereniging. En dan mag je 31 weken lang mag je komen oogsten. Locotuinen heeft nu 130 leden. Hebben jullie nog leden nodig? Ja, en we hebben dit jaar speciale acties. Die zijn allemaal te vinden op onze website en die hebben betrekking op de groenten, maar ook op onze nieuwe actie met de bloemen. En waar kunnen we dat vinden? Op www.locotuinen.nl. Freek, je bent de jonge boer hier bij de locotuinen. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Nou, ik kwam in 2013 in Zuid-Limburg wonen. En ik liep met het idee rond om een CSA op te gaan zetten in Maastricht. En een jaar nadat ik hier ben komen wonen is eigenlijk ook locotuinen naar buiten gekomen. En op een gegeven moment zijn we met elkaar in aanraking gekomen. En zodoende is er een samenwerking ontstaan. Pak over CSA, wat is dit? Community Supported Agriculture, dus dat is het Engels voor door een commune ondersteunde landbouw. En daarbij gaat het altijd over biologische landbouw. En wat ga je dit jaar doen hier op de grond? Er worden groentepakketten verbouwd, dus voor een 150 leden is er een mogelijkheid om vanaf eigenlijk volgende week maandag tot en met eind december waarschijnlijk wekelijks groentepakketten te komen oogsten. De leden hoeven in principe niks te doen dan hun groenten op te halen. Je kunt ook pakketten laten afhalen. Maar in principe vinden wij het ook wel fijn dat de mensen samenkomen op het veld. Dat is toch een sociale bezigheid. En wij, uit ervaring hebben we gemerkt dat de mensen dat ook heel gezellig vinden. Hun kinderen meenemen. En zeker in de zomer is het sowieso heel leuk. En verder zijn er een boel leden die wel actief nog deelnemen in de coöperatie zelf. Ik zit bijvoorbeeld in de communicatiegroep. Ja, dan heb je natuurlijk wat meer werk dan alleen je groenten ophalen. Maar ja, dan nemen we er graag bij. Ik ben lid van Locotuinen. Ik ben al vanaf het begin lid, omdat ik het een heel goed initiatief vind. Dat we zelf kunnen zien wat we eten. Dat het lokaal geproduceerd wordt. En natuurlijk biologisch, hè. Biologisch, dat deed ik vaak al wel vaker. Maar het hele goede van locotuinen vind ik dat je het, dat je ook weet dat het hier vandaan komt. Dat het altijd vers is en dat het eerlijk geproduceerd wordt. Ja, je ziet het hier hoe het verbouwd wordt.